Ja mensen, het is bijna kerst. Je ruikt de dennenaalden al. En misschien wist je het, misschien wist je het niet. Mijn ouders waren vroeger bloemist, dus ik ook. En in de kersttijd maakte ik dan honderden kerststukjes. Maar echt honderden kerststukjes. Echt honderden kerststukjes. Kortom, welkom bij Ekdom's Kerststukjes Clinic. Want hoe doe je dat nou eigenlijk? We nemen een oase van rust. Zeg maar gerust een punica oase aan rust. Allereerst snijden we de oase erin. Even kijken, dat doen we dan zo een beetje afmeten. Drukken we dit er zo af. En dan proppen wij de oase in het bakje. Nou, kijk. Gieten we hem even af. Dan moeten we het midden zien te vinden, want we gaan er rondom werken. Hè? Dat is het beste. Ik zal deze ook nog even netjes maken. Men nemen kaarsen. Hartstikke leuk. Steek ze tegelijkertijd erin alsof je thuis bent. Het begin is er. Laten we rondom werken. Wat doen we? Nou ja, natuurlijk. Heb je het over kerst, heb je het over... takken weer. Ha! Bijvoorbeeld hier. Hebben we de voorkant. Hier. Meteen sfeer. En je moet er vooral heel interessant bij kijken. Hartstikke leuk. Ons skimt ons. Kent u die uitdrukking? Dat doen we met skimmia. Skimmia is leuk. Het bloedt vooral een beetje in de donkere maanden. November, december, januari. Maar daarna ook. Kan ook hartstikke dood gaan natuurlijk in de zomer. Maar ja, deze heeft het goed overleefd. En het staat fleurig. Is toch een beetje gezellig ook. Ik weet dat we altijd heel stil waren met kerststukjes maken. Dat we eigenlijk alleen maar aan het fluiten waren. Dat deed mijn opa altijd. Die stond altijd naast mij. Mijn oom Johan stond dan daar. Oom Johan deelde het... En mijn opa deelde het... En dat dan 3 weken lang. Dat is een mooie tijd. Mooie tijd. Nou, het begin is er, maar we zijn er nog lang niet. Simply having wonderful Christmas time. Nou, dat is leuk. Dan denk je, dat is lachen. Ik zie hier bijvoorbeeld dennenappels. Hartstikke leuk voor in een stukje natuurlijk. Nou, dan pakken we een stukje ijzer. En dan proberen we dat heel vakkundig. Op een manier zoals niemand dat eerder ooit gedaan heeft. Proberen we dat zo een beetje vakkundig op een leuk strategisch en vooral artistieke plek in het stukje te rijgen. Hè? Dus bijvoorbeeld, je doet hem nou, bijvoorbeeld hier. Nou, moet je nou voor de aardigheid kijken. Hier. Hè? Het begint al wat te worden. Ik heb een schikking. Jij? Het is al wat. Het is een stukje wat zo uit 1992 weg komt lopen. Maar nog even wat gezelligheid, hè? Want we hebben de ballen verstand van kerststukjes maken. Dus dan moeten die ballen er ook in. En als je breed hebt hangen, moet je het ook breed laten hangen. En vooral laten zien dat je het breed hebt laten hangen. Dus, kijk. Nou. En dan zei mijn moeder altijd, dat staat 1950, zet hem maar artistiek weg. Don't try this at home. Ik bedoel, try this vooral at home. Dit was hem, de Kerststukjes Clinic. Ik hoop dat je het leuk vond. NPO Radio 2.